Flinke bedrijvigheid aan de Noordzee vandaag. Tientallen dagjes mensen op het strand van Hoek van Holland keken toe hoe Rijkswaterstaat druk bezig is met het opspuiten van het strand. Groter en breder moet het vooral worden en dat zal de badgast deze zomer al gaan merken. Zandsuppletie. Zo noemt Rijkswaterstaat het opspuiten van maar liefst 750.000 kuub zand op het strand van Hoek van Holland. 75.000 vrachtwagens. Of een file van 1125 kilometer zou nodig zijn om het zand naar de kust te brengen. Rijkswaterstaat heeft dan ook een baggerschip ingeschakeld dat 24 uur per dag bezig is onze zeewering te versterken. Nou, het schip dat vaart 11 kilometer uit de kust. Dat duurt een minuut of 80 totdat hij 13.000 kubieke meter zand heeft opgezogen. Daarna vaart het schip terug hier naar Hoek van Holland en daar meert hij af bij het koppelpunt. Wat er dan gebeurt is dat de leiding wordt gekoppeld aan het schip. En dan vervolgens zuigt hij zijn ruim weer leeg en perst hij het door de leiding. En dan zie je het hierachter uit de leiding eruit spuiten. Het opspuiten is nodig omdat door natuurlijke afslag jaarlijks grote stukken strand de zee inspoelen. In Hoek van Holland moet het strand ook een stuk groter worden. Goed nieuws dus, ook al was het vandaag een beetje uitkijken geblazen op het strand. In het begin is dat nog heel drabbig, zeg maar. Dus je moet als gast ook uitkijken dat je daar niet in de buurt komt, hè. Dat is drijfzand. Nou, na een tijdje, een half uur, uurtje is dat stevig geworden. Dan kunnen ze met de shovels eroverheen en dan gaan ze het verder uitspreiden, zodat er een mooi net strand komt te liggen. Tot 20 mei is het dus een drukke boel in Hoek van Holland. Vooral voor kinderen en dergelijke, mensen die het niet zien en niet doorhebben. Dus ja, dat moeten ze wel goed afzetten. Ook gisteren dan met die grote bulldozers, dat ze overal tussendoor rijden met die pijpen erop. Dat is best wel een beetje griezelig. Als iets over het hoofd wordt gezien, van de hond tot de met, ja, dan kan het natuurlijk hele foute gevolgen hebben. Ik vind het een beetje onoverzichtelijk allemaal. Ook zeker voor de paviljoenhouders. Die worden natuurlijk aan hun lot overgelaten. En de badgast? Die moet in de toekomst verder lopen om bij de zee te komen. 24 meter om precies te zijn. Ja, zeker een groot strand, want nu moet je, ik weet niet hoe lang lopen voordat je aan de zee bent. Ja, toch? Elk voordeel heeft zijn nadeel, zullen we maar zeggen. En straks krijgt u van ons nog het weer, maar eerst natuurlijk nog een opmerkelijk bericht. Bewoners in Deurne hebben maandagmiddag hun huizen moeten verlaten omdat de politie in hun woning verdachte stoffen heeft gevonden. Het zou gaan om een gevaarlijke stof.